Welkom bij het Comenius College in Nieuwekerk aan de IJssel. Bij ons op school hebben we MAVO van klas 1 tot en met 4. Dus dat betekent dat je de hele schoolperiode hier op deze school afmaakt. En voor HAVO en VWO hebben we de onderbouw. Tot en met klas 3 zit je dan hier op deze school. En ga je daarna in de vierde klas naar de Comenius Leistersingel in Capelle aan de IJssel. Plus dat we nog een pre-HAVO-route hebben. Dat zijn de kinderen die tussen MAVO en HAVO-advies invallen. Om die nog wat extra te begeleiden. Of naar een MAVO-diploma of naar een HAVO-diploma. Het flexrooster op Comenius College Nieuwekerk houdt in dat je een vast basisrooster hebt. Dat wil zeggen dat je gewoon alle vakken volgt. Wiskunde, Nederlands, Engels, aardrijkskunde enzovoort. Maar daarnaast heb je de mogelijkheid om ook een aantal uren te kiezen. Dat noemen we bij ons op school de maatwerkuren. En in het woordje maatwerk hoor je het misschien al, dan gaan we echt meer op jou gericht onderwijs aanbieden. Waar heb je nou extra begeleiding voor nodig? Of wil je juist wat extra uitdaging, wat verdieping? Dan gaan we dat in de maatwerkuren doen. Een aantal uren kies je daar zelf voor. Dus je kiest een aantal vakken waarvan je zegt, nou, daar ga ik nog extra uren naartoe. En dan heb je dus een flexrooster. Op Comenius College Nieuwekerk hebben we een versterkt Engels programma. We vinden Engels namelijk enorm belangrijk. Het is een wereldtaal, daar kom je verder mee. Bij vervolgstudies heb je Engels ook hard nodig. Dus daarom zetten we extra in op Engels. Bijvoorbeeld in de MAVO-klasse, in MAVO 1 kan je al aan het Anglia-examen meedoen. En dat is een programma dat je extra Engels volgt en daar een certificaat van kan krijgen van Anglia. En dat doen we ook met Cambridge voor HAVO en VWO. En dat is dan juist in klas 2 en 3. Dan kunnen kinderen een Cambridge-diploma halen. Om hun Engels goed op de kaart te zetten. Nou, op het Comenius College Nieuwekerk hebben we verschillende leerjaren, dus ook verschillende kampen. In leerjaar 1 hebben we het brugklaskamp. Dat is eigenlijk een kennismakingskamp in Nederland voor de nieuwe leerlingen hier op school. Die gaan dan in het bos in Nederland kennis met elkaar maken door middel van spelletjes en gezelligheid. En in leerjaar 2 hebben we het zeilkamp. Dan gaan we altijd 4 dagen op een zeilboot eigenlijk door Nederland varen en leren de leerlingen hoe ze op de boot te werk gaan. Dus dat is ook onwijs leuk. In leerjaar 3 is er een surfkamp voor de leerlingen die dat willen. En in leerjaar 4 gaan ze voor de kerstperiode, dus eigenlijk in december, gaan ze als eindreis naar Londen met elkaar. Ik heb geleerd om met spulletjes te werken waar ik normaal nooit echt mee omga. Ik vind het ook best wel cool dat ze die 3D-printer hebben en dat soort dingen. Ja, het is gewoon een heel cool lokaal. Het eerste speerpunt van UNESCO is duurzaamheid. En bij duurzaamheid willen we eigenlijk ervoor zorgen dat de wereld iets beter wordt achtergelaten. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, die hebben we ook op het dak hier. Het tweede speerpunt is intercultureel leren. En dat betekent eigenlijk dat je van alle culturen en talen het een en ander gaat leren. Denk bijvoorbeeld aan Frans en Duits die we hier op school aanbieden. Maar je kunt ook naar andere culturen kijken natuurlijk.
Derde speerpunt is burgerschap. En bij burgerschap zorgen we ervoor dat jij samen met alle mensen op de wereld leeft. En dat je ook zorg hebt voor elkaar. En dat je rekening houdt met elkaar. En dat je ook weet wat er in iemand anders hoofd omgaat. Het vierde speerpunt is eigenlijk vrede en mensenrechten. En daarbij, het woord zegt het al, willen we dat de wereld in vrede met elkaar samenleeft. En ja, mag iedereen zijn wie die wil zijn.